dennetakken in de etalage krijgen al een bruine gloed. Na een lange aarzeling duwt Cornelis. Hoi, ik ben Karin van uitgeverij Marmer. Vandaag is er een doos met boeken bij ons binnengekomen van de drukker. En het boek dat daarin zit is Langs het pad naar de tempel van Hans van der Pol. We zijn hartstikke trots op dat boek, want Hans is niet alleen auteur, hij is ook accountmanager bij uitgeverij Marmer. En hoe leuk was het geweest als we een feestelijke boekpresentatie hadden kunnen houden. Maar helaas door corona is het niet mogelijk, is het niet anders. Toch willen we Hans gaan verrassen, dus op naar Zaandam. Verrassing! Hey! Oh, doe ik even mijn bril af, joh. Kijk eens wat er voor je aan de mensen. Nee, wat gaaf, joh. Kom even binnen. Ja, tuurlijk. Kom even binnen. Jongens, wat gaaf. Lieve Hans, we vinden het zo bijzonder dat jij het boekje hebt gemaakt langs het pad naar de tempel. En we vinden het superleuk. Natuurlijk omdat je normaal onze boek verkoopt en dat je dus nu ook je eigen boek moest verkopen. En daarom wilden we je vanavond verrassen. Want anders moest je op woensdag wachten en dat is echt veel te lang. Want het ziet er ook prachtig uit. Ja. En het is ook een fantastisch mooi boekje. Ik denk dat we met Marmer gezamenlijk met z'n allen, en zeker nu Just ook druk bezig is, om overal deze week in plaats van wat rust rond te krijgen. Ja, hartstikke goed hè. Dus ik ben ontzettend blij met de uitgeverij en met mijn collega's natuurlijk. Ja. Dus ik wil je hartstikke bedanken. Ik had je al gezegd dat Mark er niet is. Die voelt zich niet lekker. Ja. Nou ja, in deze tijd moet je dan thuis blijven. Maar hij heeft wel een videoboodschap voor jou. Oeh, dus ja. Ga ik even laten zien. Hoi Hans, gefeliciteerd met je boek. Wat is het ontzettend mooi geworden. Ik kan er helaas niet bij zijn vanavond, omdat ik geveld ben door een griepje. Maar wat had ik dat graag gewild. Heel veel plezier. Karin die heeft wat verrassingen voor je in petto. En nou ja, ik wens jullie een hele fijne avond. Geniet van de bubbels en zo. Groetjes Mark. Hallo, ik ben Willemijn Lindhout en ik had de eer om Hans te mogen begeleiden als redacteur bij Langs het pad naar de tempel. Hans, van harte gefeliciteerd met je boek. Ik hoop dat je het nu in handen hebt en heel erg trots bent, want daar heb je alle reden toe. Ik was niet echt een kenner van Vreeswijk, maar wel gecharmeerd door zijn tragische leven, dat jij prachtig hebt weten te vangen. Veel succes en ik wens je heel erg veel lezers toe. Hey, hey, ik ben Pernilla en ik ben de voorzitter van de Cornelis Vreeswijk Genootschap. Wat vinden wij dan een enorm leuke boek van jou? Heel boeiend, heel interessant, spannend, fijn om te lezen. En nou ja, zoals wij hebben gezegd, wij vinden gewoon maar de maatschappelijke bevlogenheid van Cornelis Vreeswijk en de artistieke betekenis van zijn werk komen prachtig tot zijn recht. Hans, heel veel succes en dat zal zeker heel goed lukken. Dikke knuffel van ons, mij en Wim. Doei! Dag Hans. Mark vereerde mij met de vraag of ik een bijdrage wilde leveren aan deze boekpresentatie. En dat wilde ik graag. We gaan het dus niet hebben over de beste voetbalclub. Nee, we gaan het hebben over de boekpresentatie. Namelijk over jouw boek, Langs het pad naar de tempel. Zoals ik je al zei, ik heb het tot en met de laatste regels van de verantwoordelijk verslonden. Begon eigenlijk zonder verwachting. De naam Cornelis Vreeswijk ken ik ergens ver achter in mijn hoofd. Iets over een muzikant, iets met Zweden, maar daar hield het eigenlijk wel mee op. Ik had nog nooit iets van hem gehoord. Althans, niet dat ik het nog weet. Ja, dus mijn kennis hield eigenlijk wel op bij deze vage opsomming. Jouw verhaal maakt echt iets in mij los. In nog geen 100 pagina's breng jij echt deze man tot leven. Zijn levenshouding, zijn geëngageerdheid. Ja, je toont een mens, zijn muziek, je ontroerde mij.
Hans, met oog voor details die ertoe doen, breng je helder, integer, zonder trucjes een verhaal waarin je mij meesleurde in dat leven van Cornelis Vreeswijk. Het eerste hoofdstuk knalt er meteen al in, de bloederige kennismaking met Guillermo, de roodgelakte teennagels van de oude vlam om haar kalknagels te verbergen, de oude Volvo, ja, fijne details waarmee hij als een meester het verhaal kleurt. Zaterdag luisterde ik urenlang naar Spotify op zoek naar nummers van Cornelis Vreeswijk. Zondag ging ik naar Haarlem om daar bij een platenzaak te kijken of ze iets in huis hadden van deze muzikant. En jou hoor, ik vond daar deze cd. Waar ik dus ook alweer naar heb kunnen luisteren, hoewel ik de nummers er bijna allemaal had gehoord. Epistel 81, ja, het nummer waarin je in het boek al zeer beeldend over schrijft. Het optreden, hoe het publiek reageert, de tekst. Ja, nu ik het gehoord heb, kan ik me nog meer voorstellen hoe dat is. Maar ik vind het ontzettend knap al hoe je dat in het boek, in dat deel van het boek, weet onder het voetlicht te brengen. Ja, en dan luisterde ik naar Jantjes Blues. Het overtuigde me echt van het echt fijn nummer. De tekst van de bekommerde socialist. Ja, vond ik echt geweldig, schitterend. Hans, ik dank je voor de kennismaking. De kennismaking met deze geëngageerde muzikant. Aan wie veel hedendaagse artiesten, muzikanten, naar mijn idee toch echt schatplichtig moeten zijn. Zijn. Maar bovenal dank ik je gewoon voor het verhaal. Voor dit boek. Het is echt fijn. Factie, lelijk woord, maar factie. Geen fictie, factie, fact. Nou ja, het is echt fijn, mooi proza. Ik ga mijn best doen om even zoveel mogelijk van dit boekje te verkopen. Hans, Mark, echt van harte gefeliciteerd. Hey Hans! Oh. Nou, wij vinden het ook super geweldig hoe je dit gedaan hebt. In eindelijk vrij korte tijd. En we zijn apen trots op je. En we denken dat je er wel 200 gaat verkopen. Oh, dat denk ik wel. Niet op mij gericht. Kan ik rennen? Ik krijg gewoon een minuutpaaltje een keer en bedenk waarom dit niet. Oeh! Op jou eigenlijk? Ja, op je boek. Ja, ja, en ook een heleboel taarten die je mag wegbrengen straks? Ja, laten we het hopen. Eentje heeft gezegd, ik ga het weer aanraten. Echt serieus? Ah, geweldig. Als lach ik dan nu bloot. Mark, maak kapot aan die taart. Een beetje met de mes erin. Yeah. Jongen, jongen. Ja, dat is de tweede taart van een boek van mij. De eerste was in Raalte met de Engel en Dadelen. Ja, dat is 200 verkocht. De dennetakken in de etalage krijgen al een bruine gloed. Na een lange aarzeling duwt Cornelis met de gitaar in zijn hand de deur van de systeembelagerd open. Het geklingel van de bel voert hem terug naar de slijter waar hij vroeger jenever voor zijn vader haalde. Hij had zijn best gedaan. Terwijl hij zich niet kan herinneren dat iemand zich ooit om hem bekommerde. Zijn ouders kwamen zelfs niet toen hij tijdens de oorlog met TBC in het ziekenhuis lag. De wederopbouw nam al zijn vaders tijd in beslag. Zijn vergeefse jacht op fortuin had het gezin uiteindelijk naar Zweden gebracht. Het land dat Cornelis zowel verafgoden als vervloekte.